Deze auto is een 2009 Audi A5, 2 liter turbo, 180 pk standaard. En de volgende auto is inmiddels gearriveerd, een Mercedes C43 AMG. En we gaan nu beginnen met mijn absolute favoriet, de Golf GT. Kerjan is gearriveerd, Jimmy Customs. Wat netjes nog. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Je hebt toch niet de hele dag hier staan wachten, nacht staan wachten met die camera? Respect, respect. Welkom bij onze tweede video. We gaan vandaag een tweede vlog opnemen. De eerste vlog staat sinds afgelopen zaterdag online en wordt goed ontvangen. Een hoop leuke reacties, hoop likes erop en de vraag om meer. Dus vandaag de tweede video. Er komt zo een Golf GTE. Erg leuk om te tunen, want er komt behoorlijk vermogen bij. Je tunt niet alleen het motorgedeelte, maar ook het elektrische gedeelte en je past het start-stop systeem aan. Wordt leuk. Er komt nog een CLA 45, 43, hoorde ik net tussen neus en lippen door. Er komt straks ook nog een C180 met een Armitrix uitlaat. Dus genoeg leuke dingen om te zien. Verder heb ik nog een vraag aan jullie. We hebben onze eerste video opgenomen, zijn nu dus bezig met onze tweede video. Maar misschien dat jullie zeggen, ik wil specifieke dingen zien, weten van jullie. Bijvoorbeeld een Q&A die we kunnen opnemen voor je. Of meer technische informatie, dus meer over hoe werken pops en banks. Is pops en banks schadelijk voor mijn auto? Wat is een roetfilter, wat is een katalysator? Of bijvoorbeeld een tour door de zaak. Dus laat even in de comments achter wat jullie graag van ons willen zien. Wat heb ik in mijn handen, jongens? Ik heb in mijn handen een condensor voor mijn airco. Mijn airco ging 2 weken geleden op vakantie. Stopte die ermee, 41 graden in Frankrijk. Bloedfysiek het heet in die bak. En de afgelopen weken is er naar gekeken. En blijkt dat de condensor dus lek is. Dus er is net een nieuwe bezorgd. Dus die moet binnenkort gemonteerd gaan worden. We flikkeren hem eventjes in de achterbak van de auto. Want er is nu natuurlijk geen tijd om hem te monteren. Maar dat gaan we wel binnenkort doen. Het weekend zit er weer op. Wij beginnen dus altijd op dinsdag. Maandag zijn we ons lekker vrij. En ja, wat we dan meestal doen, eerst dinsdagochtend die mailboxes even bekijken. Hoor je ook vaak tussendoor de mail te beantwoorden, maar daar is niet altijd dus tijd voor, omdat we ook gewoon een keer vrij zijn natuurlijk. Dus ik ga nu eens even zo door de mailbox heen lopen, kijken of er afspraakverzoeken tussen zitten of aanvragen. En hoe mensen ons ook nog kunnen bereiken is via Instagram. Dus vaak via de DM krijgen we berichtjes of post zelf. Of via YouTube krijgen we inmiddels ook wat aanvragen die voorbij komen. Maar mocht je aanvragen hebben, probeer ons of te mailen, inderdaad, of via de DM van Insta. Dat houdt het overzichtelijker voor ons om ook zo snel mogelijk antwoord te kunnen geven op je vraag. Of bel natuurlijk. Kan ook nog steeds. We hebben nog steeds hier de bedrijfstelefoon. Dus geef wel gerust een belletje als je vragen hebt over tunen of over pops en banks. Zoals jullie vaak zien op Instagram of in de video's, wij gebruiken deze mooie platen om de kentekens af te schermen. Niet elke klant wil zijn kenteken in beeld hebben. Dus we hebben toen de tijd deze laten maken, dubbelzijdig tape. Dus geen magneten, want daar was de vraag hoe houdt dat vast met de kenteken. Om de tape plakken op de kenteken. En de auto is anoniem. Deze auto is een 2009 Audi A5, 2 liter turbo, 180 pk standaard. We gaan de auto voorzien van een stage 1 tune. Uiteraard eerst voormeten op de bank. Paul is al druk bezig met het vastzetten van de auto. En na tuning hermeten we de auto om te kijken of de resultaten voldoende zijn. Of netjes zijn. Het enige nadeel is wel ook weer, deze meneer heeft E10 in de auto zitten. Als je in het tankklepje ook kijkt, E10 mag er officieel niet in deze. Minimaal de echte oude 95. E10 is in het leven geroepen in 2019. Dat wil zeggen, 2019 was het verplicht bij de pomp dat ze het aan moeten bieden. Alleen als je gaat tunen, je gaat meer vermogen vragen van je auto, is het niet de meest ideale brandstof om je auto op af te stellen. Dus hou er rekening mee, mocht je willen komen tunen hier, zorg altijd voor minimaal E5 brandstof. Wat we nu doen, eerst een software update in de versnellingsbak. Softwareversie 0005 gaat naar softwareversie 0008 uit mijn hoofd. Dus we doen eerst software update in de versnellingsbak. Op basis van een nieuwe update gaan we een nieuwe tune maken. Ik heb net met de telefoon eventjes wat kleine filmpjes gemaakt van de Audi A5. Wat ik nu aan het doen ben is op de telefoon met videoliep een kleine edit aan het maken, een kleine Insta-story. We zijn nog wel lachen. Yes. Anyway, ik heb dus net met de telefoon fragmenten geschoten, zeg maar. Fragmentjes gefilmd. En die ben ik nu op de telefoon even aan het nabewerken, kleine edit aan het maken. Een 15 seconden story voor Instagram. Veel klanten vinden dat ook leuk, die vragen er ook om. Van kan je een storytje maken van mijn auto of mooie foto's. Dus deze bewerk ik nu even na. Kleine montage en muziekje eronder. En dan gaat hij online. Ik vind het wel een lekker nummertje onder de video, zeg maar. De Audi is inmiddels dus getuned, de A5 is naar buiten. Hier heb ik op de tablet de resultaten van de voormeting en van de nameting. We hebben hem gemeten origineel op 173 pk met een koppel van 289 Nm. Nu na de stage 1 tuning zitten we op 210 pk met 360 Nm koppel. Dus dat is een behoorlijke toename
En dat is ook goed merkbaar. Je ziet het hier ook op de tablet, de opbouw van het vermogen en uiteraard ook de koppel. De klant is nu aan het testrijden. Wij zijn klaar met de Audi. Volgende auto. En de volgende auto is inmiddels gearriveerd. Een Mercedes C43 AMG. Heerlijke auto ook om te tunen. Hij gaat niet op de bank vandaag. Hij komt binnenkort een keer terug om hem te laten meten nog. Dus wat we gaan doen, stage 1 erin. Het uitlaatsysteem is nog helemaal origineel. Hij overweegt nog wel wat aanpassingen aan het uitlaatsysteem. Dus ik heb hem geadviseerd te contacten met GB Customs, met Gerjan, die hier absoluut wel raad bij weet. Maar wat we nu gaan doen, software lezen en aanpassen. Audi van net. Daar hebben we logjes van gemaakt. En op mijn duino kan je heel goed loggen wat er gebeurt. Zagen we dat hij wat misfires had. Dus bobines, bushies vervangen. Tweede log, misfires verdwenen. Dat gaan we zo met de C43 AMG uiteraard ook doen. Om te zien wat er letterlijk gebeurt tijdens het rijden. We hebben hier staan een Golf GTE. Deze mensen komen trouwens helemaal uit Frankrijk. Speciaal voor onze tuning. Golf GTE is absoluut een superleuke auto om te tunen. We passen onder andere het motorgedeelte aan, dus de motor krijgt nieuwe software. Accu's worden aangepast, dus de accu's worden naar 100% gezet. En we gaan ook het start-stop systeem aanpassen. Dus de GTE-mode, als je nu zou rijden, is je motor uit en schakelt bij. We gaan hem zo nu maken dat als je op GTE-mode rijdt, de motor altijd meedraait. Dit is veel beter voor de motor. De turbo blijft meewerken, dus anders gaat de motor uit, aan. Niet prettig voor de auto. Dus wat we nu gaan doen, deze Franse mensen helpen met het sneller maken van deze fantastische GTE. We zien ze veel. Ze gaan meestal richting de 280, 290 pk op goede brand. We zijn druk bezig met de Mercedes, een C43. Ik ga zo even foto's maken ook van de auto en nog wat shots voor de vlog. Meer heb ik eigenlijk niet over te vertellen. Wil je het testen? Gaan we testen? Ja toch. Wat geluid vind ik heerlijk van deze auto's. Echt hoe die reageert, ook op het gas, de sound erbij, de hele wegligging, rijbeleving. Heerlijke auto. Ik rijd zelf BMW zoals je weet, maar ook best wel Mercedes kunnen rijden. Ja, misschien wel leuk voor de volgende. Dankjewel. Bon. En de sleutel. Super, dankjewel. Heel veel plezier erbij. Dankjewel. En tot woensdag. Tot woensdag gaan we meten. Ja. Zoals je hoort, woensdag gaan we de auto meten. Dan zit er ook goede brandstof in. En dan ben ik heel benieuwd naar het resultaat. En we gaan nu beginnen met mijn absolute favoriet, de Golf GTE. De video's zie je steeds te horen komen dat wij deze aansluiten op de auto. En eigenlijk is het niet meer dan het aarden van de auto. Dus hier zit een aardpen in de grond. Deze connecten we aan de auto, zodat hij massa heeft. En op deze manier, al zouden ze elektromagnetisch laden de auto, dan krijg je geen schok bij het uitstappen. We zijn bekend van de meting. Ik ga ze zo laten zien op onze tablet om te delen met jullie welke toename we bereikt hebben. Maar ik ben erg enthousiast, erg tevreden. Ding scoort goed. Golf GTE is eindelijk klaar. Tuning zit erin, stage 1. We hebben hier de resultaten en de meting. En uiteraard voor de klant, voordat hij weggaat, netjes een mapje met het rapport erin. Daar komt de bon in. De nieuwe tuning servicehuis sticker. Sleutelhanger en natuurlijk een visitekaart wat erbij hoort. Maar goed. De resultaten. De eerste meting was 225, zeg 226 pk met een koppel van 361 newton. Hij heeft trouwens ook P-Power brandstof erin zitten, dus wel even belangrijk ook om je te melden. En we zien na tuning kom je uit op zo'n 275 pk met een koppel 455. Dus het wordt echt wel een bandenvreet. Wat we vaak ook tegen de klanten zeggen is verlaag de auto, want hij staat behoorlijk hoog op cylinder GTE. Dan wil hij nog wel eens met zoveel vermogen een beetje gaan stuiteren. Maar op het moment dat je dus verlagingsveren plaatst, een centimeter of 3-4, dan zal je merken dat hij ook veel strakker op de weg komt te liggen en dus beter te hanteren is. Ik ga nu naar de klant. Ik ga de klant een map geven met een rapport en een bonnetje voor hem maken. Ja, dit is wel een lekker bakje hier, jongens. Gerjan is gearriveerd, GB Customs. Wat netjes nog. Ja, net ook. Leuk dingetje. Gerjan, wat kom je doen vandaag dan? We gaan vandaag motortune doen en de DSG. De crackle map komt erop. En, ja. We gaan hem aanpakken dus hoor ik. Ja. Wist je daarvan, Remy? Wist je ervan? Hij heeft mij zelf aangesmeerd. Ik ging alleen meten. Net de auto. Ja toch? Ja, hij ziet echt mooi uit. Goeie kleur. Zo, eens even proberen zo'n R32. Ik heb nog nooit in gereden eigenlijk. Oké. Oh, je wordt er wel blij van. Gewoon geen turbo ook. Lachen dit.
geen turbo, dus een heel andere beleving met rijden. Maar hij pakt wel lekker op. We gaan hem binnen zetten zo. Dan gaan we beginnen. Lekker. Lekker auto. Nou, wat hebben we gemeten bij de R32? 240,2 pk met koppel 314,1. Dus er zit een pk of 10 onder. Dat is vrij gebruikelijk, auto gaat wat kilometers weg. Maar op zich niet heel veel. Keurig nog. DSG aan te schrijven, schakel met de verkort meer hydraulische druk voor minder slip op de koppeling. En de RPM limiter iets verlegd. Dus we kunnen meer RPM's maken. Hij moet wel iets krekkelen, zeg maar, dat als je het gas loslaat. Ja, doe eens na wat voor geluid maakt hij dan. Maar wel met achterhoekaccent. Ja, en hoe moet je dat doen dan? Ja, zoals Herman van Veen en Sangerinus. Ja, als je die combineert. Blablabla. Tot. Maar ja, we even testen. Testen weg zo, ja. Bak is getuned, motor is getuned en er zijn resultaten. 12 pk en... 12 pk, joh. Geen turbo. Kleine 20 newton. Dat is geen turbo, dus ik denk dat de resultaten wat lager zijn. Dat wist ik helemaal van tevoren. Ja. Top, gaan we zo losmaken. Gaan we op de weg testen. Yo bro. Had lekker? Ja, lang geleden. Waar was je op vakantie? Ik lag lekker laag op de Costa, Costa Blanca. Heb je niet in de zon gelegen? Dat is toch te zien of niet? Hoe is de RS3? Jullie kennen hem natuurlijk uit vele video's van Thomas. Maar is het nou de snelste van Nederland, is de vraag. Nee, lang na niet. Zijn er nog sneller? Ja, maar die stoppen er nog meer geld in. En die, Want je pakt er 5,40. Hier 5,45. Alleen sommige die tikken bijna de 800 pk aan. Dus dat, En het draggy had je ook gemeten. Dus draggy is eigenlijk een tool om sprint van 0 naar 100, 100, 200 te kunnen meten. Ja, van 100, 200. Moet ik het wel goed zeggen? 7,2. Ja. 7,2, ja. Dit was onze tweede video. Onze tweede vlog hebben we opgenomen de afgelopen dagen. Hoop auto's gezien. C43 kwam er voorbij. Een GTE is onderdeel van de vlog. De auto van Gerjan natuurlijk. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Mocht je nog input hebben van wat jullie graag willen zien, willen weten van ons. Laat even in de comments achter wat je graag van ons wil weten. Wat ik al eerder heb aangegeven is, we willen graag ook nog een Q&A gaan opnemen. Dus heb je input, binnenkort gaat op Instagram, komt er een story voorbij waar je al je vragen aan ons kwijt kan. Voor zover, de tweede video is een feit. En binnenkort te zien natuurlijk op YouTube. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren. Bedankt voor het kijken.